Uit de wereld van Guy de Maupassant ziet u vanavond het stuk De Hand. En in tegenstelling tot het verhaal van vorige week kan dit verhaal gerekend worden tot de categorie griezelverhalen. In een afgelegen landhuis gebeuren de vreemdste dingen. En in het dorp zegt men dat het er spookt.